Pinkpop 99. Nederland 3, dit is de VPRO. Het komende uur live vanuit Amsterdam, de Plantage. Vandaag in De Plantage, Herman Vinkers, zijn leven, zijn werk en zijn minst beroerde liedjes. En Wilfried Vinkers, zijn broer. Groenteman, maak er wat van. Dankjewel, Mike Hosamsoy, die het hele seizoen ons heeft aangekondigd met deze prachtige stem. Volgende week hebben we een heel aparte uitzending en dan is hij er niet, vandaar dat ik hem nu vast bedank. Welkom. Ja, u heeft het gehoord van Mike. Twee gasten. Herman Vinkers, dat is een klein wonder dat hij hier zit, want daar hebben we erg lang voor gebeld. En nog niet. Nu dan wel. Maar een echt wonder is het dat de grote man achter de schermen, de steun en de toeverlaat en de broer van Herman, Wilfried Vinkers, hier zit. Ik ben erg blij dat we hier met z'n drieën aan tafel zitten. We trekken ons niks aan wie er verder om ons heen zitten. Kijken. Even een paar nachten slecht geslapen. Echt waar? Maak je het zorgen om, hè? Ja. Ja, is dat echt waar? Heb je echt een paar nachten slecht geslapen? Nee, eentje maar hoor. Eentje, welke? Die eerste nacht. Die eerste nacht toen je je had laten verleiden. Ja. Toen ik het aanzoek deed en je per ongeluk ja had gezegd. Ja, hoe je dat gedaan hebt, weet ik niet. Maar, nee, maar waarom heb je ja gezegd? Ja, dat weet jij misschien beter dan ik. Van. Je hebt ervaring mee hoe je mensen vraagt. Het leek mij gewoon heel erg leuk voor mij, maar vooral ook voor Herman dat je deed. Ja, zo praten je. Ja, zo, dat weet ik nog wel, ja. Komt opeens weer iets terug. Ja, dat ik moet gratis artisin, dat zei je, hoor. Gratis artisin heb je nog niet gedaan, maar dat ga je straks doen. Ja. Want Wilfried is namelijk bioloog eigenlijk. Wat heb je ook weer voor onderzoek gedaan in de biologie? Ja, heel veel. Je toponderzoek moet je doen. Met toponderzoek, nou, waar meestal de lachspieren werkt of zo. Ja, wat het programma ook zo optilt bij Herman. Ja, in het programma heb ik het over een onderzoek die ik in werkelijkheid nooit gedaan heb. Maar ik heb een onderzoek gedaan wat een beetje blijkt. Dit is de heen en weergaande hubbeweging van de Zuid-Afrikaanse klauwkikker tijdens het zwemmen. Dat ben je iets te snel gedaan. Heen en weergaande hubbeweging van de Zuid-Afrikaanse klauwkikker tijdens het zwemmen. Ja, en wat was de uitkomst van dit onderzoek? Die hub gaat heen en weer. Zeg, mag ik jullie beiden onder het hoofdstuk cabaret vatten? Ja. We zijn nu 2 minuten bezig. Bij mij komt het woord op. Ben jij cabaretier, Herman? Ja, jawel. Ja. In het begin dacht ik dat ik een dichter was, een poëet. En toen, omdat mensen begonnen te lachen en denken, nou, het is komiek. En toen iemand mij opgaf voor het cabarettenfestival, bleek het cabaret te zijn. Alleen een nadeel is wel, dat was in het begin, omdat ik dan overal aangekondigd werd als cabaret, dat de kritiek in het begin was, het is niet echt cabaret. Dus dan is het misschien niet zo... die mensen van een cabaretfestival zeiden toen, ja, ik weet niet of je wel mee kunt doen met dit cabaretfestival, want het is eigenlijk geen cabaret, je hebt er meer op de humor gegooid. Dat was toen de kritiek. Maar, toen je meedeed met cabaretten, was in 1979, toen je had een heel andere stemming in de cabaret. De cabaret moest echt maatschappijkritisch zijn. Een boodschap hebben. En dat is ergens absoluut niet. Dus, Nee. Alle tuppers in de zaal, en dat zijn er heel wat, die beginnen nu nou. Ik heb je gewaarschuwd, moet je er wel bij zitten. Ja, maar welke boodschap, die meneer zegt, nou, wel een boodschap. Ja. Wat is jouw engagement? Ja, kijk, nou zit ik vast. Ja, precies. Dankjewel. Leuk. Ik was ook niet zozeer zenuwachtig voor mezelf, meer voor hem. Hoor. Nee, maar ik bedoel, wat heeft Herman te melden als hij op het toneel staat? Het werd altijd een beetje onder de lulligheid of wat dan ook geschaard. Nou, ik denk dat die lulligheid de boodschap is. We zijn ooit eens begonnen met een vriendenclubje iets op het podium te brengen. En we hadden wel degelijk een boodschap. En dat was van, doe niet zo moeilijk, maak plezier. En dat was in 1975, 1976, die tijd. En toen heerste juist een stemming van, als je plezier maakt, dan... Ben je daar wel links genoeg of ben je daar wel feministisch genoeg of waar dan ook, weet je, dat... Zijn jullie een beetje feministisch wel? Plezier, het is... Nou, levert plezier weet ik niet meer eens. Oh.
Nee, lang leven de Opsvart Zangzaar humor. Dat was een bepaald. De Opsvart Zangzaar humor. Hij was voorzitter van de zangvereniging Opsvart Zangzaar. Hij schreef dus een... Op Zwart Zangzaad? Op Zwart Zangzaad, ja. Ja, wat is dat voor vereniging dan? We waren een zangvereniging die heel veel donateurs nodig had. Ja. en toen, we waren ook een busje waarop stond zangvereniging Op Zwart Zangzaad, Giro 339-5649. Ja. Er is nooit iets opgestart. Echt niet? Misschien verstonden ze niet wat erop stond, zoals ik ook trouwens. Op Zwart Zangzaad. Ja, zangvereniging Op Zwart Zangzaad, Giro 339-5649. Het nummer is toch steeds geopend? Ja, 339-5649. Dat is een liedje van mij. Ja. Hey, luister eens, even ter zake. Je bent dus 20 jaar bezig. Jij dus ook? Nee, dat ik met Herman meewerk, zeg maar. Dat is 12 jaar. Ja, voor die tijd stond Herman alleen op de planken. En helemaal in de begintijd, ja, toen hadden we een vriendenclubje. En toen deden we voor de lol wat... overal waar we bij ons uitgenodigd voelden, dus bij feestjes. En dat soms ook van feestjes van mensen die we niet kenden, maar we dachten van, dat lijkt ons wel leuk om daar op te treden en gingen we daarheen. Ja, en wat zongen jullie dan? Nou, ik begon meestal met jodelen. Ja, met een accordeon. Ja, jodelen met een accordeon. Nou, om een feestje moet je eerst aandacht zien te... Nee, niet met accordeon, met trekharmonica, dat is diatonisch. Is dat wat anders dan een accordeon? Dat is, ja, hier, meneer is het kan van. Op de eerste rij een enorme rol. Wilt u aan tafel komen? Trekharmonica is... Het kleine stoeltje past er niet, ja? Trekharmonica is diatonisch en de accordeon is chromatisch. Oh ja, tuurlijk. Nou, ik heb een chromatische accordeon, maar ja, jij speelt de trekharmonica. Ja. Speel je accordeon? Ja. Knop of klavier? Klavier. Oh ja. En rechtsknop natuurlijk. Ja, maar op de kop. Linksknop. Linksknop, rechtsklavier. Ja. Nee, dan kom je op met een accordeon en dan begin je van... En zoiets, dan begint je jodelen en dan heb je de aandacht. En dan begon ik te vertellen, dames en heren, ik heb een broer, die is lange tijd anaal gefixeerd geweest. Nou, dan heb je ook de aandacht. Nou, en dan kun je beginnen te praten met wat je maar wilt. En meestal waren dat gedichten in het begin. Ja. En waar kwam die behoefte uit voort om dat te gaan doen? Omdat ik absoluut niet wist waar ik moest. En nu zit ik in één keer waar ik... We zaten in Groningen, studeerde allebei. Herman was vierdejaars, ik was eerstejaars. Jij was bioloog. Ja, ik was vierdejaars psycholoog en hij was eerstejaars bioloog. Ja? En ja, ik keek enorm tegen die grote stad op, Groningen. En ik, ja, vergeleken bij Almelo dus natuurlijk. Hè? Almelo keek ik ook al heel erg tegenop. Waar woonde je dan? Nou ja, Almelo is een ontzettend grote stad. En ja. Er zijn vechtpartijen. Niet bij het woord Almelo gaan lachen, want dan kunnen we de hele zaak vechtpartijen, er is een drugscene, er is een geschiedenis. Nee, dat is een hele indrukwekkende stad. En ik weet nog, op de middelbare school durfde ik ook niet naar cafés. Dat deed ik pas toen ik in Groningen zat. Toen ik in Groningen zat en ik kwam in de weekends in Almelo, dan ging ik wel in Almelo naar de cafés. Maar in Almelo durfde ik dat niet goed. Je zei dat het opgetreden was omdat je verder niet goed wist hoe je moest gedragen? Of... Mijn broer kwam met een stel vrienden in Groningen en die deden dat heel anders. Die hadden iets, dit is één grote speeltuin. Ik had heel veel plezier met elkaar en lol met elkaar. Jij? En, ja, ik nam alles heel ernstig, heel serieus. En zij namen niks serieus. En ik kan me herinneren dat... Toen woonde ik nog niet in Groningen, Herman wel. En ik ging een weekendje bij mijn grote broer. En toen gingen we samen naar de bakker en we stonden bij de bakker. En de bakker zei tegen Herman, zegt u het maar. En zei Herman, ja, wat moet ik zeggen nou? En is dat echt... En die bakker vond het wel een beetje raar. Ja. Van... Komt hij toch wel met een boodschap? Nee, ja, je had geen boodschap bij de bakker eigenlijk. Toen geen boodschap. Volgens mij ging mijn leerhanden terug, ik weet niet meer. Gewoon nooit een boodschap gehad. Dat is een beetje het probleem. Ja, ik mag wel maar durfde je gewoon niks doen? Ik snap het zelf ook niet. Ik heb een hartstikke mooie school gehad, een hele mooie ouders, goede opvoeding. Alles was perfect hoor. Alleen in die puberteit zat ik niet lekker in mijn vel. Nee. En waarom weet ik ook niet? Ik deed heel rare dingen. Ik durfde bijvoorbeeld geen onderbroeken te kopen in Groningen. Want dan wist dat meisje bij V&D wat voor onderbroek ik aan had. Dat je überhaupt onderbroeken aan had? Ja, tuurlijk. Ja, ik snap er niks van. Dus, maar ik kan me er nu ook niet meer in verplaatsen, maar ik weet wel dat ik vaak langs VRD fietste. En dan fietste ik net zo lang rond totdat er geen meisje achter de kassa stond, maar een bedrijfsleider of zo. En denk, dan kan ik in ieder geval. Dat vond ik ook al moeilijk. Maar dan weet alleen nog mijn man wat voor onderbroek ik heb. Ja. Dat is een heel, heel rare tijd. Had je meisjes of zo in die tijd? Deed je iets met meisjes? Of nee, was je verliefd, ik had dat wel heel graag. Ja, tuurlijk, altijd continu. Altijd verliefd, maar. Ja, ja en hij was zo makkelijk in de start. En, toen schreef hij op een gegeven ogenblik een gedichtje, een ondeugend bijenbibsje. En ja, dat was voor mij Pinksteren eigenlijk. Het is nieuw Pinksteren, maar dan heb je in één keer van, ach, dat is er ook. Gewoon poëzie op een leuke manier. Ja. En waarom is dat Pinksteren?
Nou, je ziet het in één keer, zie je wat je moet doen. De geest en toen was het leuk. En toen was ik ook niet meer verlegen, omdat ik... Je zag opeens een uitleg. Ik haalde de ene onderbroek naar de andere op dat moment. Ja. Met dat ik begon op te treden, had ik ook een meisje opgescharreld. Ja. Nou, moet ik nog mijn excuses aanbieden, want dat was toen met carnaval in Brabant. En ja, ik was 24, was ik toen was niet zo gewend met omgaan met een vrouwelijk gezelschap. Dus ik heb denk ik wel een beetje onbehouwen dingen gedaan toen. Wat dan? Nou, op een gegeven ogenblik, als hij overkomt naar Groningen, dat je dan gewoon een paar uur niet bent of zo, wegloopt. En dergens is toch op bezoek. En ik ben zo gewend om altijd zonder iets te zeggen. Te gaan. Ja. Ja. Hey, laten we gaan straks doorpraten. Ik wil zo graag eventjes een paar dingen uit je programma's laten zien. Ja. En daarover verder praten. Het lijkt overigens wel of de rollen omgedraaid zijn, dat nu Wilfried niet meer weet wat hij bij de bakker moet zeggen. In ieder geval bij de groenteman aan tafel. En jij wel. Hij kan ook van zijn woord afkomen. Hè? Ja, hij komt wel goed. Het valt met alles mee. Ja. Ja. Dat was vroeger ook al zo. Ja? Ja, hij was nog verliefd. Hij is de jongste, hè, van jullie tweeën. Ja. Ja. Je was jarig woensdag, hè? Ja. Hoe oud werd je toen? 42. 42. Ja. En je hebt gekregen ook weer een... Twee kinderen. Nee. Oh, nee. Nee. Oh, nee, sorry. Nee, ik ben een vraag verder, wacht even. Oh ja. Een kabouterboek. Ja, oh ja, een kabouterboek. Ja, van mij heb je gekregen. Zeg maar. Hij weet niet meer wat hij van mij gekregen heeft. Nee, jij weet jij het nog? Een eierdopje. Oh, een eierdopje, ja. Hij wou een biologisch eierdopje. Een eierdopje waar plantjes op staan. Ja. Nou, ik vind het een buitengewoon schamelcadeau, maar dat kan aan mij liggen. Een eierdopje? Eierdopjes. Tjus. Wacht even, hij begint het nu op te... Nee, we gaan even kijken naar een paar van jullie programma's. Maar wat Schilderoy en Bosch, een hele dure eierdopjes. Oh, heel dure eierdopjes, ja, tuurlijk. Laten we even kijken. Hier zijn al in het openbaar herkend. Zo zijn er alleen hier in Leiden al twee winkels waar er niet meer wordt geholpen. Ik vertel even hoe de... Dit zijn dus... maar een paar van de vele openingen van de shows van Herman Finkers. Ik bedenk eigenlijk, heb ik eigenlijk wel een beetje verteld wat je allemaal doet, waarom je een uur plantage waard bent. Zo van niet alleen buitengewoon succesvol komiek, grappenmaker, cabaretier, maar ook heb je een mis geschreven, heb je heel veel liedjes gemaakt, komt er over een kleine maand een dubbel cd uit met je 30 minst beroerde liedjes, hè? Ja. Ja. In het Twents en in het Nederlands. In boekvorm en cd-vorm. Dat was een beetje de aanleiding waarom je hier zat. En die mis heb ik gezegd, die animatiefilms over de geboorte van het kinderke Jezus. Ja. Kromschudden in Maria Proggi. In Maria Proggi, ja. Dus we gaan het daar allemaal straks over hebben. Oh, ja. Hè? In een sneltreinvaart. Nu even over openingen. De leukste opening zat er niet bij, de Onze Fout. Namelijk? Leukste opening. Maar... Nou, die mij voor altijd bijblijft. Ja. Herman staat voor het doek, staat een beetje te schutten, een beetje te wachten. Geruit overhemd, alles Herman. Zegt je dan wat? Zeg je dan nog wat in die opening? Ik bedoel, ja, hij staat ervoor. Ja, ik sta er dan. Ja, maar dat is de clue. Oh, sorry. Want dan gaat het doek open, of dan ga je even weg en dan staat meteen Herman er weer en dan was jij het. Ja. En we hadden jou zo graag willen laten zien als je debuut op het toneel en niet alles wat je erachter doet. Hoe komen jullie op openingen eigenlijk? Hoe gaat dat? Dat gaat eigenlijk helemaal niet. Nee, hè? Nee, je, alle begin is moeilijk, hè? Je hebt bepaalde ideeën waarvan je al lang blij hebt dat je ze hebt. En die bij het schrijven leg je ze allemaal op een hoop en je laat er dus een paar weken bezinken. En op een gegeven moment komt daar iets naar boven. En dan zie je in één keer waar het programma over gaat. En dat er bijvoorbeeld een conferentie in zit over parapsychologie. Dat zeg je niet van, ik wil nou iets voor parapsychologie, nee. Dat komt vanzelf. En zo'n opening ook, ach, er zit een opening bij, wat leuk. Ja? Maar bij het laatste programma hadden we eigenlijk geen opening. En we hebben zoals het programma gehad dat we eigenlijk wel drie openingen achter elkaar hadden. Dus nu hebben we weer wel een opening bij het programma waar we nu... Beschrijf hem eens, die je nu speelt. Ja, we spelen hem nog, maar het heeft in ieder geval met een berg te maken. Het heeft met een berg te maken, ja. En met enorm boven de wolken zittend. Ja, ja, het mooie van dit programma waar we nu spelen, dat is ook... Een programma dat heeft zelfs verdorie van begin tot eind een draad. Ja, ja. Je gaat vandaag veel op twee jongen lijken, hoor. En ja. Wil je dat wel? Jawel. Oh ja? Jawel. Ja, een hele eer. Vroeger niet, hè? Wou je dat niet? Wanneer niet? Nou, in een oud interview. Dat je iets van, ja, dat...
Ja, nee. Kijk, Freek is heeft heel mooie dingen gedaan. Ja. En wat ik alleen niet zo leuk vond op een gegeven ogenblik, wat de pers deed en Freek op een gegeven moment ook. Er gebeurde zoveel op cabaretgebied. Daar werd ik heel raar over gesproken. Van ja, dit is het en de rest is mijlen verder onder of zo. Ja, dan maak je alles mee kapot. Dus toen vond ik het één keer nodig. Ik zei al tegen Wilfred, was het ook helemaal niet mee eens. Dus ik ga nou iets onverstandigs zeggen. Dat is heel kwaad, inderdaad. Wat was het? Je zegt van. Je reageerde op een artikel in de krant. Dat was eigenlijk. Het cabaret werd eigenlijk opgehangen aan één persoon. En dat stoorde jou heel erg. Van, er zijn zoveel goede cabaretiers. Maar er was maar één koning en de rest, ja, die mag meedoen of zo. En, ja, op zich is dat niet erg als je het hebt over competitie of zo. Maar je maakt het iets meer kapot. Want je hebt toch verschillende soorten bloemen die bloeien. En je moet niet andere bloemen afkeuren alleen omdat het een andere bloem is. Dus ja. Ik ga één keer iets ongenuanceerd zeggen en dan hou ik er ook mee op. Niet omdat ik dat zo meen. En weet meen, je nog wat dat was, dat ongenuanceerde? Ja, ik denk als je... Dit wat je net zei, was dat? Wat zei je dan? Nou, je zei net van dan maak je al dingen kapot. Nee, dat was heel genuanceerd, vind ik. Nee, ik zei van, dat is een, ik zei dat het een tweede rangs artiest was, zei ik. Ja. Ah. Ja. Niet omdat ik een tweede rangs artiest vind. Maar dat is echt afreageren in de eerste impuls op. Nou, maar ik vond ook, denk, als je er één keer iets ongenuanceerd doet, misschien dat het de boel een beetje recht trekt. Ik zal het nooit weer doen. Maar het heeft hele mooie dingen gemaakt. Ik kwam later ook Wilming tegen en die zei van, jullie hebben allebei ongelijk. Het is ook gelijk. Maar ik denk, ja, het leek me even... Wilming, ja, ja. Ja, ik denk, ik moet er één keer iets dat begrijp je weer wat ik bedoel? Ja, begrijp precies wat je bedoelt. Moet je niet doen, maar... Zeg, luister eens, wat vind jij eigenlijk de kracht van Herman? Ik denk dat het nergens over gaat. Dat vind ik heel sterk. Nou, dat is het grootste deel van Nederland praat over dingen die nergens over gaan. Zijn daarmee nog niet, krijgen nog geen zalen vol. Wat is het talent? Nou, ik denk toen wij begonnen met ons eigen groepje, zetten wij ons ergens tegen af. En dat was juist tegen een bepaalde boodschap waar wij ons tegen afzetten. Humor vind ik een kunstvorm op zich. En dat moet meer gewaardeerd worden. In een land als Engeland of zo wordt dat gewaardeerd. Dan mag je zeggen, ik ben komiek en dan... Het is heel grappig als je in Duitsland bent bijvoorbeeld, je zegt, ik ben komiek. Je zegt, maar is het politisch cabaret? Of is het liedermacherij? Of nog iets anders? Als je in Engeland zegt, what are you doing? Je zegt, I'm a comedian. Nice. Het is net of je... Of je violist bent ervoor. Ja. En neem ik aan dat ze die hoogachten dan, maar weet ik niet. Maar ze hebben wel iets van humor, kun je maar als jullie zeggen zo, in Nederland is dat niet zo. Nou, ik vind dat het... Ik denk aan een grootheid als Toon Hermans, echte grootheid. Ja, dat is toch iemand die model staat voor... Nou, maar hij heeft wel heel duidelijke boodschap, Toon Hermans. Ja, die hebben jullie dan ook. Ja, wij ook wel. Toon Herman is gewoon lachen als je... Nee, maar dat klopt. Maar ja, dan spreek ik ook over de tijd waarin, zeg maar, ons clubje ontstond. Dat was toch wel echt in de tijd van, nou, een programma moet wel politiek beladen zijn. En dit was in de tijd van de studentencabaret en dergelijke. Ja, behalve Brigitte Kaandorp en jij dan. Maar Brigitte was ook weer iets later. Echt een soort trend gezet van... De nieuwe lulligheid noemden ze dat. Ja, ze noemden ze het. Ja, maar het is natuurlijk eerder een wonder van timing en kunnen afwachten en je mond kunnen houden. Maar ik vind gewoon, wat zij deden toen... Ik stond wel een beetje buiten, ik was ook niet bestuurslid. Zij gingen hun gang en ik zat er mooi. Ik was een bewonderend orgaan. Een bewonderend orgaan. Wel de PR. Ik schreef ook lofdichten op hun. Een lofdicht op Wilfried. Zwicht niet voorzitter voor de verlokkingen als ze naar u lonken in de nacht. Faal niet door. En echt mooie gedichten. Ja. Maar toen ik die voor het eerste keer voordroeg, dat weet ik nog wel, was in een studentenvereniging. Ik was helemaal nuchter. Ik droeg dat voor en werd ik wegens openbare dronkenschap werd ik eruit gezet. Dat weet ik wel. Ik was toen heel kwaad, ja. Ik denk, nou, die hebben geen verstand van poëzie. Hey, uit wat voor nest komen jullie eigenlijk? Hoe was het thuis bij jullie als we nou net nog aan tafel zitten? Wie zaten er nog meer aan tafel en waar ging het allemaal over? In het begin was ik alleen met mijn vader en moeder. Toen kwam jij was de oudste? Ja, toen kwam Wolfie erbij. En Jos, nog een jongen. En toen Renate. Ja? En toen nog 6 jaar daarna kwam Angelique. Angelique. Ja. En wat voor ouders? Moeder leeft nog, vader niet meer? Ja, klopt, ja. Toen ik geboren werd, was mijn vader bakker. Hij werkte op een bakkerij. En later is hij meubels gaan verkopen op de POF. En dat was in Almelo een gouden formule.
Dus je kon, dat is toen iets nieuws geloof ik ook. Je kon dus nu een stoel in huis zetten en je hoeft pas later te betalen. Jezus. En dat liep heel goed. En dat is later een meubelzaak geworden. Oh ja? Ja. En toen werd hij ook echt zakenman, werd een goed bedrijf. Ja, dat werd een goed, goedlopend meubelbedrijf, waar onze andere broer heeft dat nu overgenomen. En, dat en mijn opa haalde toen het geld op. Ja, klopt. Ja. Dank je. Mijn opa haalde het geld dan op, dus mijn vader die deed de zaak. En, dan, en in de loop der tijd konden de mensen op afbetaling de meubels betalen. En was het lachen bij jullie thuis? Of was het ernstig? Of was het discussie of ruzie? Of hoe waren die verhoudingen als iedereen nou eenmaal opgegroeid is? Nou, het was wel een luchtig gezin. Zeker de familie Vinkers is een heel vrolijke familie. De Vinkerskant? Of ja. jullie gezin? Nee, het was allebei wel. Onze ouders waren zeer tegengesteld qua karakter. Zeer tegengesteld. Mijn vader uit een beetje feestvierige hoek meer. En mijn vader was ook... had absoluut angst kende hij niet. Dat was, ik was altijd doorsbang om met mijn vader... ja, nou, niet voor mijn vader, maar wel om met mijn vader mee te lopen. Want, ja, kijk, als er ergens een hele grote blaffende hond was of zo, dan maakte mijn vader niet uit. En meer... Ja, kijk, als ik bij mijn vader in bosautootjes zat, ja, dan kreeg ik met mijn tanden ja. tegen de reling en dat soort dingen. Mijn vader kende geen angst. Die was dus heel anders dan jullie, als ik het zo hoor. Ja, dolle hond. Ja, dolle hond. We hebben ook een keer we hadden een foyer. En we hadden erg veel last van katten. Dus elke keer gingen we een nest verloren omdat er een kat op de foyer sprong. En mijn vader zei, dat gaat ouwe hoer, ik verzin er wel wat op. Heeft hij dus draden gespannen en heeft hij 220 volt opgezet. Maar er vliegt wel eens een bal over de schutting. Dus kinderen die klimmen er ook wel eens overheen. Dus, en wij waren kinderen. Maar wij vonden het niet verantwoord wat mijn vader deed. En mijn moeder ook niet. Mijn moeder is wat serieuzer. Dus die zei, ben hier, dat kun je niet maken. En ja, wil je van die katten of niet? Nou ja, dan stroom erop. Dat was een hele rare verhouding. Toen hebben wij nog, toen mijn vader aan het werk ging. En ging dus al fluiten naar het werk. Ging het werk in. En hebben wij de stroom eraf gehaald. En ik kwam hij terug en was hij kwaad. Dat is verdorie, zo werk meer gehad en zo. Dan werd het ook zo weten ook. Dan. Maar katholiek gezin, hè? Katholiek, streng? Ja. Nee. Wel veel naar de kerk? Plezierig. Gewoon... plezierig katholiek. De plichten, ja. Naar de kerk. Ja, ja, ja. We laten even, en jullie speelden wel toneel, hè? En we laten het zien omdat het een première is op de Nederlandse televisie. Ja, dat was op de verjaardag van mijn moeder. Jullie home movie. We praten er gewoon doorheen. Mijn broertje en ik spelen een sketchje. Dat is Komt een vrouw bij de dokter. Dit is een vriendje. Dit is een vriendje. Het sketchje heette Er komt een vrouw bij de dokter. Ja, maar ik weet niet meer waar het over ging. Behalve dat het een vrouw is die bij de dokter komt. Ja. Ja. Nou, echt een revue. Een beetje snippen. En wie was het publiek? Mijn moeder was jarig. Dus ooms en tantes en opa en oma. Dit is mijn broertje Jos en mijn zusje Renate. Oh, die dat is Renate. Die zitten in de wachtkamer bij de dokter. Dit ben ik. Als, met die hoed vrouw, ben jij? En de dokter is mijn broer Wilfried. Voor zover ik weet was Herman een hele ijdele vrouw daar. En ik erger me volgens mij aan die vrouw. En... Maar ze was patiënt bij de dokter? Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, wat we in de lade liggen. En wie, het publiek, wat was de gelegenheid? Okay. Hoe oud waren jullie eigenlijk toen? 8? Ja, 8 en 6 of zo. Ja. Of 10, nee, wat is nou? Jij bent wel 10 of 10, denk ik. Ja, ik denk dat ik 8 was of zo. Ja. En Herman, was jij de lolbroek van de familie of niet? Nou, als je discussies ziet, wel ja. Ja. En als je je herinnert? Nou, jawel. Nee, de lolbroek niet. Nee, nou, het was wel zo als een van onze ouders jarig was, dat Herman toch wel vaak iets verzorgde. Hij goochelde ook veel. En... Goochelen heb ik ook gedaan, ja. Oh, ja. En dit soort sketches, dat was wel echt het initiatief van Herman. Schreef jij ze ook, Herman? Ja. Je gebruikt als uitgangspunt. Dit is de dokter weer, hè, met die bril. We hadden gewoon een mop en die speelden we daarna. Oh ja, dit is de bril, is de dokter. Dat is Wilfried, ja. Ja. Want die is natuurlijk geleerd. Ja. Dit is Herman, ja, dat zie je. Ja. Toen hadden jullie nog geen snorren. Hoe zijn die toch in beeld gekomen, die snorren? Afgeschoren, denk ik, voor de geluid. Ja. En waarom hebben jullie weer laten staan, is eigenlijk meer de vraag. Om mij mag hij er wel af. Ik heb het een keer afgehaald en toen... Mevrouw keek me zo raar aan, die zei van, laat hem alsjeblieft staan. Oh ja? Want wat krijg je te zien? Ja, die vindt dat ik een raar mondje krijg zonder snorren. Ah ja, dat kan. En Wilfried, jouw vrouw ook? Ja, zij is gek op snorren, ja. Oh ja, nou oké, okay, dan sluiten we dit dan. Je speelt ook heel goed piano, hè Wilfried? Dit is Herman, die speelt die piano zat te spelen. Ja, dat was Herman, ja. Je speelt heel... Ik heb in een van de programma's gezien dat je echt Chopin heel mooi speelt. Of was dat fake? Nee, dat is wel echt, maar daar moet ik wel heel lang op oefenen. Ja, ja. En ik ben het ook zo weer kwijt. Je kunt me niet echt een piano zetten en zeggen, nou speel maar een hele avond vol. Hey, wat hebben jullie meegekregen van die ouders? Waar je nu nog steeds zegt van, nou, dat is net mama of dat is net
vader? Van, ik denk dat ik qua karakter veel op mijn moeder lijk. Heel, 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 heel rustig, verlegen. Maar ik ben wel heel erg gek op die, wat de Vinkers kan. Dat is een enorme feestvierderige familie. Ik hoor wel van mijn oom. Ja, als wat ik wel leuk vond van de verjaardagen vroeger bij ooms en tantes. De mannen en vrouwen zaten gewoon door elkaar. Je ziet ook tegenwoordig nog vaak de mannen bij mannen kruipen, vrouwen bij vrouwen. Maar het was altijd rond één grote tafel en altijd wie in januari geboren is, veel gezongen. De Polonaise was er ook. Polonaise, ja. Ook bij een première vaak en de familie komt, dan waarschuw ik ze vaak wel even, hou je een beetje rustig. Want voordat je weet is weer een Polonaise doorgegaan of zo. Oh, dus, ja. De Polonaise, ja, dat was ook een voorstelling voor in het begin dat je ook zei van. Als er iemand heel irritant staat te lachen, zei ze, ja, dat is een tante van mij, dat is een irritante, zei je dan. Oh ja. Nee, ik was de eerste keer dat ik op televisie was. In een soort bonte avond van cabaretiers. En dan zei de hele familie, oh, daar komen wij ook. Ik zei, oh, maar er kunnen maar 60 man in daar. Dan zit de hele familie vol met ooms en tantes. Nou, ze zouden dan met een kleinere delegatie komen. Ik zei, maar graag niet meer bemoeien, want ze kunnen nog zo roepen, Herman, zing eens dat liedje van die vrachtwagenchauffeur. En oké, als het zo moet, ons hoor je niet, ons hoor je niet, ons hoor je niet. En ze kwamen daar het theater binnen. Ik zei, hallo, tante Tussen. Ons hoor je niet, ons hoor je niet. En waar zitten jullie? Achterstrij. En er was een tv-interview bij en mijn vader zei, kun je niet af en toe de term uitblinkers vinkers laten vallen? Want mijn vader werkt met slagzin voor zijn zaak uitblinkers. Vinkers. Of iedereen waardeert zo Vinkers meubilair. Ik zeg van, die mensen van de televisie weten toch niet dat het reclame is. Nee. En in Almelo kent iedereen. Die creëert, ja. Iedereen waardeert zo Vinkers meubilair. En uitblinkers Vinkers. Dus dan heb ik mooie reclame. En is het nu nog eigenlijk de slogan? Want dan, jawel, uitblinkers Vinkers wel. Nou, en toen, geen dank. Ik geef even tegen je broer dat hij blij moet zijn met ja, ik wist dat live was. Ik denk dat, ja, je hebt gelijk. Ja. Mag toch ook een stukje eigenbelang in, of jawel, niet? Ja, een klein stukje, tuurlijk. Ja, ga door. Mijn broer moet zo hard werken. Ja. Koopzondagen en zo. Maar toen was ik net bezig met dat interview voor het programma. En toen liep mijn vader langs. En toen zei ik, oeh, dat is mijn vader. En toen zei de interview, is dat zo? En mijn vader, uitblinkers, vinkers. Zo. Ja. Ik vond het de eerste keer dat Herman in de Schouwburg in Almelo optrad. En Herman was er natuurlijk wel zenuwachtig voor de voorstelling natuurlijk. Maar goed, het was nooit binnen uitverkocht met families. En iedereen ging er natuurlijk naartoe. En mijn vader wilde dat ook uitbuiten. Hij had alle vrachtwagens die hij had met uitblinkers vingers erop, had hij helemaal zo voor de ingang van de Schouwburg gezet. door een cordon vrachtwagen naar de Schouwburg. Zo, belde Herman mijn vader op. Die zei, dat vind ik toch niet zo netjes. En zei mijn vader, ja, maar ik mag toch mijn auto parkeren waar ik wil, of niet? Openbare parkeerruimte. Sta ik verkeerd geparkeerd? Hé, hey Herman, we hebben afgesproken dat jij met Peter Thiehuis wat gaat zingen. Misschien moet je even vertellen, het staat op die cd die half juni pas komt, met dat boekwerk erbij. Ja, een boekwerk zit twee cd's in. Dus een oranje cd en een rode cd. En op de oranje cd zijn 30 van mijn minst broeder liedjes. En op de rode cd diezelfde liedjes, maar dan in het Twents gezongen. En één liedje, Veldhuis, dat komt uit de Diana Ross Show. Dat staat dus op de oranje cd in het Nederlands en op de rode cd staat het in het plat. Veldkamp, of zoiets. Veldkamp. Ja, Veldhuis is natuurlijk Veldhoes, maar huis is een mooie open klank. Veldhuis en hoes is het toch gesloten, daar heb ik de kamp van gemaakt. Veldkamp, dat is lekker lang, terwijl kamp in het Nederlands weer gesloten is. Veldkamp. Kan je de korte in, misschien kan Wilfried zo meteen vertellen waar het liedje over gaat, als jij nu even naar het podium gaat. Het gaat over Canarie, dat is wel eens. Ja, het gaat over Canarie, maar er is geen woord van te verstaan namelijk in de Twents. Wilfried, waar gaat het over? Een dode kanarie? De hele tekst bedoel je? Of, ja, het liedje, het gaat over kanarie. De samenvatting is altijd moeilijk bij de liedjes natuurlijk. Oh, ja. Maar het gaat over een mislukte liefde, zullen we maar zeggen. Een mislukte liefde en een kanarie. Dat Twents, dat duikt steeds. Ik bedoel, je bent natuurlijk altijd onderscheiden van iedereen door je accent. Het Nederlands met een accent. Maar zo langzamerhand lijkt het wel bijna om te draaien. Je doet je hele show nog in het Nederlands.
Maar als ik het Twents hoor en die cd, die, ik kreeg net bericht dat die begin juni al verschijnt. Begin juni wel? Ja, dat is lekker snel, hè? Ja. Dus dat je even die auto's parkeert voor plekken waar je moet begin juni Vinkers verschijnt. Maar dat Twents, dat wordt steeds meer een heel dierbare vorm van uiten voor je, hè? Ook in het openbaar dan. Ja, ik was toch helemaal een beetje door bezeten. Dat kwam eigenlijk door twee dingen. Ik weet niet of je de Wierdense Revue iets zegt. Maar er is een gezelschap dat een halve eeuw lang in Oost-Nederland de mensen na een dag hardwerken in de fabriek heeft vermaakt. Gewoon met hun revue. En die hadden een benefietvoorstelling in Wierden. En ze hebben gevraagd of ik een sketchje met hun mee wilde spelen. En of ik daarna ook een conferentie zelf wilde doen. En ik denk, ja, dat is heel raar om in zo'n dialectavond, waarin je ook in het plaat met hun sketch doet. En daarna doet Dika een stukje in het plaat. En dan zelf in één keer in het Hollands. Dat is een beetje raar. Dus heb ik een stukje van mijn eigen programma vertaald in het plaat. En dat vond ik een doodgruzelige ervaring. Want ik denk, goh, ik praat zoals mijn vader moet ook altijd met elkaar spraken. En dan op het podium. Was echt... Wat is daar griezelig? Nou, je hoort wel eens van zangers, Nederlandse zangers die altijd in het Engels zingen. Van wanneer ze in één keer in het Nederlands zingen, dat is heel naakt voelen in één keer. Oh god, mensen kunnen mee verstaan. En natuurlijk konden ze het Nederlands ook wel verstaan in Almelo, daar niet van. Maar het kwam in één keer wel veel dichterbij. En ja, dat was wel heel... Het vond ik een hele mooie ervaring, want het ging heel plezierig. Daarna heeft nog iemand van mij, een oude vriend van mij van de middelbare school, die wees mij op een aantal dingen van de Twents, van de taal, waar ik helemaal niet wist. En toen hij dat zei, viel ik van de ene verbazing in de andere. Ik vond het zo'n interessant iets. En ik zat er zo vol van. Ik begon er tegen iedereen tegenaan te praten over de geslachtsveranderingen bij het aanwijzend voornaamwoord in Twents en zo. Je hebt bijvoorbeeld, een vrouw is vrouwelijk, hè, de vrouw, maar als je dat zonder zelfstandig naamwoord zegt, worden we mannelijk. Hè, dus de vrouw, den wil nog wel wat. Hè. En nou goed, ik moet oppassen, maar elke keer, ik kon ook s'nachts vaak niet van slapen, want dan had ik weer iets, frek, zou dat een mannelijk of vrouwelijk zijn en zou dat ook de vierde naam wel zijn. En ja, ik weet ook niet waarom, normaal, ik was er heel erg door enthousiast geraakt en zodanig dat ik werd lastig voor de omgeving. Ik begon te, oom Emiel die rijdt me wel eens terug in de auto en die zei ook, Herman, dan moet je ophouden. Ik begon hele colleges te geven over de grammatica van het Twents. En ik haalde er ook Fries bij en Limburg. Ik vind taal vind ik heel erg interessant. Ja, je werkt natuurlijk altijd veel met taal. Ja, en ik vind ook de rijkdom van taal, ik vind Limburgs vind ik prachtig. Kerkruis en Fries en Oost-Gronings en ook Amsterdams. Ik vind het mooi dat op zo'n klein gebied zo'n rijkdom is. Het is niet één goede taal wat op diverse plekken verkeerd wordt uitgesproken. Maar mag ik even iets vragen? Als je nou toch zegt, het riep emoties bij me op toen ik dat Twents opeens op het podium deed. Kan je dan zeggen dat Nederlands eigenlijk nooit je eigen taal is geweest? Ja, maar Twents ook niet. Twents ook niet? Ja, het is een heel hardnekkig misverstand en dat bestaat nog steeds in grote delen van bijvoorbeeld Oost-Groningen en in Twente ook. Dat het goed is voor je kinderen als je ze, ondanks dat je zelf Twentstalig bent, ze in het Nederlands opvoedt. Ja. En dat is een misverstand, want mijn ouders deden dat dus ook, met elkaar altijd plat. Hè, als mijn moeder aan tafel zat bij mijn vader, zei mijn vader en moeder tegen, ben je meer nog tuffel? En tegen ons, moeten jullie nog aardappelen? Is dat hetzelfde? Dat klinkt als hetzelfde. Ik bedoel, is dat hetzelfde? Tuffel is aardappelen, ja. Aha, één aardappel, twee kartoffel. Aardappelen is één tuffel, twee tuffel. Eén tuffel, twee tuffel. Eén koe, twee koeien is één koe, twee beest. En dat is echt officieel? Dat is officieel, ja. ABT, Algemeen Beschaafd Twents. Je kunt er zelf subsidie op krijgen. Zo officieel. Dat is echt de taal. Ja, dat is in de Europese... En heb je dat echt moeten studeren? Nou, nee, ik ken het. Kijk, ik heb natuurlijk... We hebben allebei thuis continu plat gehoord, heel veel in de familie ook. Maar de ouders deden tegen ons Nederlands. Dus je krijgt een soort generatiescheiding. Hè? Dus, Nederlands wordt dan een kindertaal. En dat vind ik niet zo verstandig. De schooltaal? Nee, Twents wordt de kindertaal. Nee, want de volwassenen onder elkaar zeggen, ja. Benny, doort even een jas aan. Doort even een jas aan. En doet jullie de jas aantrekken, dus dan krijg je het tweetaligheid. Maar wat je in feite krijgt, is je raakt in de war. Want je hoort, je weet niet meer wat Twents is en wat Nederlands. Dus als je thuis gewoon Twents had gehoord en op school Nederlands, hou je dat perfect uit elkaar. Ik ken ook wel mensen die toen in mijn generatie was het nog op het platteland gebruikelijk, om de kinderen wel in het plat op te voeden. Ja. Dat is nu ook veranderd. En geeft het een ander gevoel als je nu je programma in het Twents doet? Want dat doe je in het Oosten, hè? Ja, geeft dat een ander, weer. Geeft het een ander gevoel? Of merk jij ook iets anders dan als je het in het Nederlands doet?
Ja, die voorstelling die hij nou in Twents dan doet, donderdag bijvoorbeeld weer, dat is eigenlijk een vertaling vanuit de Nederlandse voorstelling. Ah, ja. En dan is het voor mij een nieuwe voorstelling. En dan merk ik dat sommige grappen zijn minder leuk in het Twents, andere grappen zijn veel leuker in het Twents. Is het een heel nieuw, je moet eigenlijk een nieuwe opzet maken. Ik hoor dat voor het eerst. Ja. Ik ben gewend om die voorstelling in het Nederlands te horen. Voel jij je ook nog steeds bloter, kwetsbaarder in het Twents? Of is dat nu voorbij? Nou, ik heb een paar keer in het Twents gespeeld op de vorige voorspelling en toen vond ik het altijd wel jammer om weer terug te moeten. En deze liedjes, dat ging vanzelf. Ik was al heel lang bezig met mijn minst beroerde liedjes. Al 5 jaar was ik ermee bezig met het op te nemen en te arrangeren. En halverwege dat proces kwam dus die hele Twentse taal erbij. En toen denk ik, weet je wat, ik vertaal ze ook in plat. Kijk maar of ik eruit kom. Maar het is de vraag, want je vertaalt het vanuit het Nederlands naar het plat. Het is de vraag of het kan. En dat kon gewoon bij alles. En bijvoorbeeld, ik begin met de 2 moeilijkste liedjes. Bijvoorbeeld zijn gedicht Een ondeugend bijenbipsje. Waarin de zin voorkomt, jij poep klein keutel fris kontje. Ik denk, als dat lukt om te vertalen, dan lukt alles. En bijenbipsje is zelfs een van de leukste vertalingen geworden. Ja. En EHBO is mijn lust en mijn leven. Dat is zo'n krachtige Hollandse uitdrukking. EHBO is mijn lust en mijn leven. Dat zeg je in een plat niet, is mijn lust en mijn leven. Dat is geen Twentse uitdrukking. Ik denk, ja, hoe vertaal je dat? En EHBO is juist heel mooi geworden. Mag ik het even vertellen? In het Nederlands is het van EHBO is mijn lust en mijn leven. Mag ik de pleister zeven? Het is enig in zijn soort. Het heeft me altijd al bekoord. EHBO, oh, daarvoor doe ik een moord. Maar in de plat, en dan werd het in de plat. EHBO, dat is leefhebberie. EHBO, fort met kwakerie. Hij een kop kapot vol bloot, dat is mooi, dat doet me goed. EHBO, doordoopt er even dood. Kijk, en dan denk ik, frek, dat is veel krachtiger geworden. Ja, en bijenbibs was ook al heel erg goed gelukt. Want, jij poep klein keutelfris kontje, dat doet 3 klein keutelfris eerske. Ja. En aait wie uit een imke luk ontduggen met de eerske aan proen. Ik vraag me af, is het nou de... Dus zet dat gewoon alsjeblieft op een cd. Ja, dan absoluut. Zijn wij er vanaf. Maar ik vind het namelijk ook in het Twents, vind ik ze nog veel leuker dan in het Nederlands. Ik heb wat ik had, het was de helft van de liedjes nu, allemaal beluisterd in beide versies. En dan denk ik, is het nou omdat jij er meer geiligheid in legt, zal ik maar zeggen, en power, of is het de taal die beter is? Een hele moeilijke vraag. Ga je? En anderen zeggen dat heel anders. Hoe zeg je het in Almelo dan? Nou, dat je een beetje lol aan hebt. Of niet, geiligheid. Nee, ik bedoel, je zet zo ongelooflijk lekker vet aan, ook als je het even voordoet. Er zit meer emotie in gewoon. Ja, en we zijn natuurlijk wel in het Nederlands opgevoed, maar onze mond staat naar de Twentse klank. Ja, ja. De O en de E. En, yeah. Dus ik kwam ook achter hele grappige dingen, zoals bij dit liedje. Het is een beetje een jazzy nummer, hè, de gearrangeerde Peter, een heel mooi jazzy. En in het Nederlands komt de zin voor, zo hoefde ik haar bijna nooit te slaan. Dat is vrij hoekig, hè? Zo hoefde ik haar bijna nooit te slaan. Het is moeilijk om dat swingen te krijgen, maar in het plaat wordt het zo home ik eer jou praktisch. En home ik eer jou praktisch, dat ben je in je woord. Ja. Zo home ik eer jou praktisch. Dat is meer aan elkaar gelijmd, waardoor het makkelijk is om het in de swing te zingen. Ja. We willen weer iets laten zien, want dat hebben we ons eenmaal voorgenomen. Namelijk jou als acteur, een stukje van het verhaal van Kees. Is acteren leuk? Of is het anders dan... Ik vond het heel mooi om in een verhaal van Wilmink te spelen. En ik speelde de vader van Wilmink. Dus ja. Het is een prachtig, prachtig televisiespel was het. Klein stukje en van het Kroomschudden, hè? Kroomschudden in Maria Progie. Ja. Maria Progie. Dat is een beetje jouw versie van het Maria-verhaal. Ja, de kerstverhaal. Kerstverhaal. Het heeft ooit als conferentie in de Diana Rochow gezeten. Ja. Maar omdat dat nooit is geregistreerd voor tv, hebben we er later een tekenfilm van gemaakt. Geeft ook een leuke aanleiding om zo meteen daarna even te praten over jouw opvatting van het geloof eigenlijk. Aha. Laten we even gaan kijken. Eerst Kees, verhaal van Kees. Oh. 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 Ai, 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 ai. Oh. Tadaam. Wat is er? Zwaar gewond. Dat zie je toch wel. Waarom? Waarom? De vaccine. Razzia, Kees. Op straat waar alle mannen en grote jongens opgepakt. En mijn moffrika er gewoon warm. Het is nens veilig. Maar gewoon, die laat ze met rust.
Tante Jo en hoe mooi heeft me zo toetakeld. Knap, hè? Ik merk niks. Goed, het kerstverhaal. Het is Pinksteren vandaag. Je bent, jullie zijn allebei katholiek opgevoed. Allebei nog trouw in het geloof, Wilfried? Nou, ik zelf niet, nee. Tenminste, ik onderschrijf geen concreet geloof, laat ik zo zeggen. Nee. Maar ben je wel gelovig? Dat is zo'n abstracte vraag. Kijk, er zijn altijd vragen waar je geen antwoord op hebt. En die antwoorden blijven voor mij open. Mm-hmm. Dus ik heb daar geen concrete antwoorden op. Dus ik kan ook niet tegendeel. Je hebt ook geen de rituelen van de kerk. Oh, ik waardeer ze wel. Volg je ze ook nog een beetje? Nee, ik ga niet naar de kerk, maar ik bedoel gewoon de gecomponeerde missen en zo. Die vind ik prachtig. Ja. Ja. En ik waardeer ook wel rituelen in die zin van. Je kunt naar de inhoudelijke kant van rituelen kijken. En dan zeggen van, nou ja, daar geef ik toch een ander antwoord op voor mezelf. Je kunt ook gewoon puur naar de vorm kijken. Dat je zegt van, ja, het is een soort meditatie om met je onbeantwoorde vragen om te gaan. Mm-hmm. Is het ook misschien zo van, ik vraag me, ik heb er nog genoeg gevraagd. Maar, in een boek van Violette en Door van Gerard Reven, schrijft Gerard Reven op een gegeven moment over een zingvogel, waarom die zingt. En volgens Reven, en volgens mij ook, zingt zo'n vogel om zijn schepper te loven. Maar, zegt Reven, er zijn ook mensen die beweren dat zo'n vogel zingt om zijn territorium af te bakenen en een wijfje te lokken. En volgens mij ben je de laatste van mening, of niet? Ah, klopt, ja. Ja, ja. En dat vind ik een rare gedachte. Ik ben van mening dat zo'n vogel zingt om zijn schepper te loven. Want, nou, we hebben... Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, toch? Ja, ja. Maar, voor je persoonlijk, even zeggen van... Ja, een vogel zingt, ik vind een vogel zingt niet om zijn territorium af te baken, maar dat is wat er gebeurt. Een vogel zingt, hij bakent daarmee zijn territorium af en hij lokt een wijfje. Dat zijn de gebeurtenissen, maar dat is niet waarom het gebeurt. Dat is het gevolg. Hij en dat zijn de spelregels van het leven. En als bioloog kun je de spelregels van het leven bestuderen. Hij is bioloog. Dan kom ik in de voorstelling heel mooi. Wat dat betreft is het een hele mooie voorstelling nu. Op een gegeven moment komt ook die tegenstelling, mijn broer de bioloog, en terwijl hij... Het zwemgedrag van Dassen gaat bestuderen. Waarbij die achterkomen dat Dassen niet kunnen zwemmen, maar goed. Ondertussen zit ik dan in een klooster en dan komt er die... dat is wel mooi, er komt iets persoonlijks tussen ons twee en komt naar voren. Maar we hoeven dus ook van mening dat 2 en 2 4 is bijvoorbeeld, toch? Ja, maar dat denk ik dat jij hem een eind kan volgen daarin, toch wel? Nou, nee hoor. Nee, dat 2 en 2... Mag ik even jouw interpretatie van die som dan weten, van 2 en 2 is? Ja, een heel lang verhaal. Dan komt er neer. Willem die zit bij ons in de bus. We zitten vaak met z'n drieën in de bus en dan rijdt bijvoorbeeld... Willem ook van op Zwartzang zat? Nee, toen was je er nog niet bij, maar wel vlak daarna of al daarvoor. Ja, wel van... Willem speelt trouwens een wereldrol als Emiel Ratelband in de voorstelling. Dat is ook erg goed gecast, maar goed. Dat schrik van zijn vrouw trouwens. 2 en 2 is. Hè? 2 en 2. Nou, ik had als jongetje al moeite met rekenen. Omdat ze zeiden van, ik heb nooit begrepen waarom het zo was. Ze zeiden van 2 en 2 is 4. Maar denk, ja, je kunt ook zeggen van, dit is 2, maar dit is ook 2. Dus ik zeg 2 en 2 is 3. Of je pakt 2 keer 2. Dus ik had vroeger moeite met rekenen. Dat is eigenlijk nooit helemaal uitgegaan. Je kunt ook zeggen 2 en 2 is boordje of zo. Het is je hebt gewoon moeite met de afspraken die gemaakt zijn. Het is taal. Het is taal. Ja, een afspraak, ja. En jij gaat niet akkoord met alle afspraken? Jawel, maar ze zeggen altijd het is 4. Terwijl ze zeggen laten we even doen dat het 4 is. Dan kun je lachen. Voor het gemak. Voor het gemak, anders houdt dat zo op. Daar had ik het goed gevonden. Overigens merk ik nu dat eigenlijk de grondtoon van alles wat je doet is... Van, luister eens, we hebben afgesproken dat het zo gaat, maar ik doe het net anders. Ja. Dat is eigenlijk alles wat je doet. Ja. Het verkeerde been heet dat ook wel, op het verkeerde been zetten. Maar dat is eigenlijk een heel diep gevoel van niet te star en onnadenkend omgaan met afspraken die maar zo ergens gemaakt zijn. Nee, en het is niet dat ik dat bewust naar zoek, maar... bijvoorbeeld, wat ik net vertelde, als kind op school heb je dat ook al, van die... gedachten waar je dus niks aan hebt, omdat je op een of andere manier zit je op een iets anders spoor. Maar later kom je erachter, als je er iets een draai aan geeft, dan gaan mensen daarom lachen. Nou, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja, terwijl het voor jou misschien... Een handicap is. Nee. Ik denk dat je misschien een ruimere geest hebt. Waarom is het een handicap? Nou, in heel veel opzichten heb ik een mag geen ruimere geest. Volgens mij word je er schatrijk mee met deze handicap. Nou, dat bleek later ook nog. Ja.
Nou, hij kan niet rekenen, dus. Mag ik even? Ja, ja. En heeft, heeft dat dus heel handig. Maar luister eens, Herman. Eventjes nog terug op... want iedereen doet altijd een beetje lacherig, zelfs bij Reven, waar jij een groot bewonderaar van bent. Over zijn Maria-verering bijvoorbeeld. Zijn onvoorwaardelijke Maria-verering. Deel je dat wel met hem? Ja, zeker. Tuurlijk. Maar ik geloof dat iedereen er lacherig over doet. Over Reven? Als je of die Maria-verering, nee. Als je die beelden ziet van die zigeunerprocessies en Maria komt voorbij, hoe die mensen zo helemaal in tranen uitbarsten, ik kan me wel eens. Maar het staat wel een beetje haaks op deze tijdgeest natuurlijk. Tranen uitbarsten om een processie. Nou, dat gebeurt al steeds. Denk ja, je? Nee, ik heb ook een heel mooi gevoel, zoals vroeger al, dan zit je bijvoorbeeld in de kerk en dan is er een Maria-processie binnen de kerk. En dan zie je een paar van die oude Twentse boeren, van die krachtige kerels, hè. Dus geen gezeik. Die gaan op één knie met een rozenkrans en die zingen dan uit hun hoofd het Salve Regina. Dat is een oud middeleeuws lied in het Latijn. Dan zingen ze zo uit hun hoofd mee en ze weten precies wat ze moeten doen op één knie en Maria komt voorbij. Dat is, vind ik, dan denk ik, ja, de wereld is toch goed. Dat klopt. Dat zo'n, ja, ik weet niet goed hoe ik moet beschrijven, maar ik voel wel iets van als die processie voorbij komt. Zo'n stoere boer die knielt op één knie en die zingt uit zijn hoofd zijn middeleeuws Latijns gedicht. En dat is niet raar, dat is niet gekunsteld, maar dat gaat natuurlijk. Dan denk ik, nou, dan is dat iets waar je waar dan heb je. Iets zuivers. Ja, en iets waardevols ook. Maar ook niet helemaal precies te verklaren. En wil jij dat ook vasthouden, die zuiverheid? De zuiverheid van het geloof, van jouw geloof in ieder geval? Ja, maar dat mislukt natuurlijk altijd. Je bent altijd wel op bepaalde tijden dat je iets verkeerds doet. Mee. Maar dan kan je biechten toch? Ja, kan ook. En dan kan je toch weer opnieuw beginnen? Ja, dat is mooi. Het is toch een mooi geloof? Het is een kerk met de meeste service. Dit is dus erg reviaans dus wel, hè? Ja. De kerk met de meeste service. Ja, maar Reven zegt zelf ook wel. Ik zeg niks nieuws. Ik zeg gewoon wat de kerk ook zegt. Ja. Dat staat ook gewoon allemaal in de boeken. Ja. Ga je veel naar de kerk? Ik ben vandaag bijvoorbeeld niet geweest. Dat was Pinkster nog wel. Nee, omdat je ook hier ik zit. Ga bij Verlagen. Ik zal wel graag een keer een mooie mis, regisseren ook zeggen. Ik heb al bepaalde ideeën. Het is toch theater ook, de kerk? Ja, ik ben heel lang, ben ook al bezig geweest met de liturgie. En nog steeds eigenlijk. Je hebt een, we zijn bijna aan het eind van het uur. Zo. Je hebt een mis geschreven, ja. Gecomponeerd. Ja, van onze huwelijk. Van jullie huwelijk. Ja. Waar je overigens de wisseltruc, waar ik het aan het begin over had, hebben jullie ook toegepast op het huwelijk, hè? Ja, Herman en Hetty, met name de Hermans aanstaande vrouw, Hetty, die zag nogal op tegen... Nu toch ook weer 9 jaar, mevrouw Vinkers, ja? Ja. Mevrouw Vinkers zag nogal op tegen de belangstelling die er zou komen vanuit met name ja, de boulevardpers... Story, weekend privé. De opdringige fotografen en dergelijke, en geheel terecht. En met de familie verzonnen we het idee om die pers om de tuin te leiden. Herman en Hetty die... Nee, die is, onze broer Jos heeft dat bedacht. Ja, dat doet er niet toe. Ja. Wat was de uitkomst van al deze bedenksels? Er was dus dat Herman samen met Hetty in het stadhuis de huwelijksvoltrekking liet voltrekken. En dat ik samen met een meisje voor de fotografen stond te poseren. Voor de fotografen en alles. Dus omdat die wisseltruc, we wisten dat goed werkte. En inderdaad, de fotografen die stonden een meter voor ons foto's te maken. En die hadden niet in de gaten. Dat ze niet Herman stonden te fotograferen, maar mij. Dus dat werd heel leuk. Sterker nog, jullie vader zag het ook niet. Ja, we hebben een keer geoefend of hij wel genoeg op mij zou lijken. Dus oom Jan, die heeft een pruikenzaak. Die, Vinkers in pruiken? Ja. Nou, vrachtwagen voor. En die heeft dus... Mijn andere oom heeft een onderdelenhuis. En heeft een... door. En hij had een pruik op. Wij betalen de boete, die declareren we even bij jullie. Mijn oom had hem helemaal gesminkt zoals ik en Wilfried kwam de meubelzaak binnen en mijn vader die ziet Wilfried staan en die zegt, rustig Herman, heb je een feestje gehad? Dus toen denk ik, nou werkt het goed. Mijn Wilfried was verkleed als een Russische kozak. Hij had een midwinterhoorn op. Ja, met een bruiloft, ja. Met een bruiloft. En ik had een assade, de hele familie had het door... Laten we nu de mist horen terwijl wij doorpraten, ja? Dat kan. De hele familie had wel door dat Wilfried was, alleen die fotografen niet, dus het was perfect. En de familie begon heel hard te lachen. Oh, dat is Wilfried. Maar de fotografen keken. Die dachten dat iedereen zo moest lachen omdat hij in een kozakkenpak stond. En ze dachten het is cabaret, dus dat zal helemaal wel geweest zijn. Ja.
Laten we gaan kijken, tot slot. We hebben het niet gehad over Twentestad, maar daar zijn we ontzettend tegen. Wat verdorie. Dan zeg het gewoon in één... Twentestad, dat is een ramp. Dat is een ramp. Dat moet gewoon, je heft daar heel Twente mee op. Dat is een wangedrag. Ja. Dat moet onmiddellijk weg van elkaar. Dat is een heel... Mijn opdracht is de zaak terug te brengen naar normale hiërarchische verhoudingen. Ja, mooi. Het IRT is even...